Yes guys, welkom weer bij deze gloednieuwe video. Hoe verander je leven compleet in 1 jaar? Deze video maak ik eigenlijk jaarlijks, want iedereen wil uiteindelijk zijn leven veranderen. Maar hoe kan je dit nou in 1 jaar doen? Nou, heel veel goeroes zullen zeggen dat het jaren lang duurt voordat je succes kan behalen, maar eigenlijk is dat 6 tot 12 maanden. En dat is ook vaak afhankelijk van hoe hoog je wilt schalen en groeien in je leven. En het maakt niet uit waar je nu begint, deze guide gaat je volledig helpen om zieke stappen te kunnen maken in je leven. Nou, zoals ik zei, het maakt niet uit waar je nu bent. Je bent een jaar verwijderd van een leven dat je je nooit voor kan stellen. Het maakt echt niet uit waar je nu bent. Voor degene die het niet weet, ik zal je even kort mijn verhaal vertellen. In 2020 ben ik mijn eigen eerste online business begonnen. Ik was eerst ontslagen als vakkenvuller bij de Albert Heijn na 4 jaar. COVID brak uit. Ik had mijn VWO eindexamen gehaald in 7 jaar in plaats van 6. Ik heb een jaar langer over gedaan. Maar ik had dat wel in ieder geval. Toen was ik ontslagen, toen dacht ik, hé, wat ga ik nu doen? Heel de wereld stortte in met COVID. Toen heb ik een baantje gevonden, fabrieksbaantje, 18 euro per uur. Gaf me niet genoeg voldoening. Was wel op zich prima tijden van 2:30 tot 9:30, dus geen echte 9-to-5, zeg maar. Dus dat was voor mij wel een voordeel. En daarnaast was ik ook mijn eigen eerste online business met een middelbare schoolvriend begonnen. Nou, fast forward een jaar later zat ik op de universiteit. Ondernemerschap Tilburg University studeerde ik. Entrepreneurship en business innovation klinkt heel nice, maar ja, ik werd een beetje gedwongen, voelde ik door mijn ouders om te gaan studeren, of in ieder geval om zelf iets van mijn leven te maken. En daarom koos ik voor ondernemerschap, omdat ik al wist dat ik ondernemer ging worden, omdat ik al een onderneming had. Nou, ik hitte mijn eerste 10k per maand met mijn videocursus. Met de videocursus waarin ik had geïnvesteerd. Daar leerde ik veel meer van dan dat hele jaar ondernemerschap studeren. Toen ben ik gelijk naar Marbella gegaan en ben ik daar gaan reizen. En daar is eigenlijk het online ondernemen en reizen voor mij echt begonnen. Een paar dagen voor het einde, voor het nieuwe semester, ben ik gestopt met mijn universiteit. Omdat ik niet voelde dat het meerwaarde had aan mijn leven. En toen heb ik nog een kantoorbaantje ernaast genomen voor 1/2 jaar. Nou, echte 9-to-5. Waarin ik 2000 euro per maand verdiende. En die investeerde ik weer terug in mijn e-com business. Want ik merkte dat ik heel inconsistent was. Toen heb ik weer geïnvesteerd. Alleen toen in een mentor van 5000 euro. En daarna ben ik dus daarna 100k per maand gaan verdienen. Nou, dat is even kort mijn verhaal. En ja, het kan heel erg snel gaan. Dit was echt een tijdsbestek van twee jaar of zoiets. 2, 3 jaar. En nu ben ik inmiddels alweer, als je deze video kijkt, verhuisd naar Bali of woon ik weer ergens anders. Maar het gaat erom dat ik heel veel progressie heb kunnen maken in een hele korte tijd. Ik ga je precies uitleggen hoe jij dat kan gaan doen. Je moet uiteindelijk werken vanuit een hoge vibratie. De sleutel om eindeloos succes te bereiken is een systeem te vinden die op een hoge vibratie in het leven zit. Werk aan je lichaam en je mind zal uiteindelijk volgen. Stop met je slechte gewoontes. Ga dagelijks sporten, dat is wat ik doe. Dagelijks lezen, dagelijks werken aan je business. En zodra je in deze staat bent, wordt de rest van je leven zoveel makkelijker. En we zijn eigenlijk wat we consumeren in alle aspecten van ons leven. Sociaal, onze voeding, onze informatie, onze mensen waar we mee omgaan. Dus niet het gemiddelde van de 5 mensen waarmee je omgaat, zeker waar. Maar alle andere omgevingsfactoren zijn zo cruciaal voor jouw succeslevel. Die eerste 10.000 euro, ik moet zeggen dat ik deze al redelijk snel had. Ik had deze zelfs al bij de Albert Heijn gespaard. Dus je hebt echt geen fucking excuses om in 2024 online geld te gaan verdienen. Of desnoods je eerste 10k te sparen. Nou, en dat is ook waarom dit het miljonairsplan is. En hierin kan je leren van het systeem naar je eerste 10k plus. En dit gaat je helpen om miljonair te worden. Als je eerst 10k kan sparen, kan je ook je 100k, kan je ook een miljoen sparen. Het begint allemaal met je eerste 10k. En ik gebruik dit systeem nog steeds. Alleen dan nog veel meer dan voor dan 100k. En het helpt je uiteindelijk rijker te worden. Nou, hoe je 10.000 spaarsysteem gebruikt. En van sparen word je niet rijk, maar je hebt eigenlijk die 10.000 euro buffer nodig om een stap te maken, business-wise of private-wise. Nou, hoe ik dit gebruik en heb leren te gebruiken, ik spaar sowieso 1.000 euro, koste wat het kost. Dat is echt helemaal niet moeilijk tegenwoordig. Spaarrekening, hier kom je nooit aan. Punt. That's it. Enige reden waarom je spaarrekening kan gebruiken is voor investeringen. Niet in bullshit. Ga door je bankaccount heen nu, stop deze video en kijk waar je geld heen gaat. Vind uit waar je geld heen gaat, waar je uitgaven aan gaan. En maak een budget voor jezelf wat je maandelijks uitgeeft. En leef zo simpel als dat je mogelijk kan. Ik leef nog steeds op 10% van mijn huidige inkomen momenteel. Oké, elimineren van schuld. Heb je momenteel schuld? Ik heb al mijn schulden af kunnen lossen. En ik had eigenlijk maar 1 schuld, hoor, eerlijk gezegd. Ik had schuld van 3.500 euro voor 1 jaar studeren aan Tilburg Universiteit. En die heb ik dit jaar, vorig jaar, 2023, afgelost. Dus dat.
Nadat je die 1000 euro hebt, betaal je al je schulden af met het geld wat je hebt buiten je budget. Dus je wil eigenlijk schuldenvrij gaan leven, dat is echt cruciaal. En dit is het sneeuwbaleffect. Zodra je die eerste 1000 euro hebt, dan ben je zo hongerig om door te gaan, dan ga je heel snel richting die 10.000. Nou, 1 maand in het buitenland, 4 maanden thuis. Eén ding wat ik heb gezien, hoe snel mensen volwassen kunnen worden wanneer ze reizen. Ik heb 12 jaar groei meegemaakt en 4 jaar reizen. En ik geloof niet in reizen in de algemene zin dat je gewoon gaat zuipen of gewoon echt vakantie gaat houden. En je gaat jezelf ook niet te vinden door backpacken en geld gaan besparen. Dat is allemaal bullshit in mijn ogen. Je gaat op vakantie om het beste uit jezelf te halen. Maar als je dus tijd besteedt aan alcohol, drugs en feesten, ja, dan ga je er niet komen. Maar als je erheen gaat van, hey, ik ga reizen en ik ga nieuwe mensen ontdekken en ik ga nieuwe plekken zien. En ik ga meer geld verdienen dan dat ik daar uitgeef. Dat is de mindset hoe je daarin gaat. En dat is ook hoe je nog meer geld kunt gaan verdienen. Nou, alles wat je nodig hebt zit momenteel al in je mind. Reizen naar het buitenland forceert je uiteindelijk om te groeien. En daarom ben ik ook verhuisd naar Bali en ben ik in verschillende landen gedurende dit jaar. Nou, verander je sociale omgeving. Omring jezelf met winnaars en je wordt erin. Nou, ik woon samen met twee andere gasten, twee andere ondernemers. Het is heel cruciaal met wie je omgaat en hoe verwijder je uiteindelijk negatieve invloeden in je leven. Ik zal even kort vertellen hoe ik dat heb gedaan toen ik begon met ondernemen. Ik liet niks meer van me horen. Ik ging nergens meer heen. En ik sloot mezelf helemaal af. Ik ging gewoon volledig ghost. En dat is eigenlijk ook wat ik jou aanraad. En je omgeving zal je uiteindelijk kracht geven. Dus als je een negatieve omgeving hebt, vermijd gewoon die hele omgeving. That's it. Je outworkt ook nooit een slechte omgeving. Dus als je nu in een slechte omgeving zit, dan kan je ook moeilijk daardoor heen groeien. En elke invloed in je leven moet uiteindelijk positief zijn. Of het gaat om muziek, films, content of wat je ook consumeert. Dat moet een positieve lading hebben. Dus geen nieuws, et cetera. Geen politiek, geen bullshit. Oké, je hebt veel meer invloed dan je denkt. Ik heb onlangs gerealiseerd dat ik de capaciteit heb om de realiteit in deze wereld om me heen te veranderen. Ik kan alles veranderen wat ik wil. En ik geef je een perfect voorbeeld als het gaat om realiteit. Ik heb dus mijn realiteit geshift dat ik nu dus in het buitenland woon en heel de wereld rondreis. En we hebben allemaal de gave om me heen, om de wereld om me heen te veranderen. En zorg ervoor dat je deze ook positief verandert. Veel gasten zeggen dat ze lui zijn omdat ze een vriendin hebben bijvoorbeeld. En wanneer ze eigenlijk echt lui is dankzij jou. Dus je vriendin is niet lui, maar ze is lui omdat jij lui bent. Moeten lijden uiteindelijk van het front. Ik heb het keer op keer gezien als ik een vriendin heb, is zij verantwoordelijk om haar eigen leven te verbeteren. Dat is ook een van de redenen waarom ik de afgelopen jaren single ben en heel kritisch ben geweest. Omdat toen ik niks had, had ik niet zoveel aandacht van vrouwen als dat ik vandaag de dag momenteel wel heb. Dus daarin ben ik heel kritisch van, hé, wat wil iemand van mij in dit geval omdat ik een financiële andere positie heb? Omdat ik een bepaalde lifestyle online gooi. Dus dat heeft mij echt extreem geholpen om heel veel progressie te maken. Tuurlijk heb ik wel vrouwen gedate de afgelopen jaren, maar weinig serieus en weinig long term eerlijk gezegd. Nou, hetzelfde ook voor vrienden, familie, collega's. Je hebt een onvoorstelbare hoeveelheid impact voor de mensen om je heen. Dus onthoud dat goed. Alles wat je overkomt voor je tijd is verspild. Het spel is niet de overwinning. Het gaat niet om die 10k per maand. Het is de wijsheid die je hebt en alles wat je nodig hebt komt uiteindelijk jouw kant op. Ik wil je enorm bedanken voor het kijken naar deze video en ik zie je weer graag terug in de volgende video. Like en abonneer voor meer en we spreken elkaar snel. Ciao, ciao.